Dit is het beeld, het verzekeringswezen. En dat staat op het dak van de zogeheten Frieslandbank aan de oostzijde van de Grote Markt. Nou, dit pand dat wordt straks gesloopt vanwege de plannen voor de nieuwe oostzijde. Dan vraag ik me af, wat gebeurt er met het beeld en wat heeft deze plek met het verzekeringswezen te maken? ...3000 kilo zware bronzen beeld werd hier in juli 1957 18 meter omhoog getakeld en hier op het dak van dit gebouw geplaatst. Het werd gemaakt door beeldhouwer Pieter Starreveld en het stelt het verzekeringswezen voor. Kind in de hand wordt gedragen, een echtpaar wordt gedragen en ja... Die vrouwsfiguur, waarschijnlijk een oudere vrouw, de levensverzekering voorstellend. En dat allemaal omdat de opdrachtgever de Nationale Levensverzekeringsbank was. Pieter Starreveld maakte ook de gevelstenen die landbouw, handel, industrie en scheepvaart verbeelden. Het gebouw zelf werd ontworpen door de Groninger architect Evert van Linge en gebouwd tussen 1953 en 1955. In 1962 fuseerde de Nationale Levensverzekering Bank met de Nederlanden tot Nationale Nederlanden. Nadat Nationale Nederlanden was vertrokken kwam de Frieslandbank in dit gebouw en nadat die weer verhuisde in 2002 toen werd het gekraakt. Er heeft ook nog een tijdje anti-kraak in gezeten. Nou, in die periode was het pand al van de gemeente vanwege de nieuwe plannen voor de Oostwand. Toen de levensverzekeringsmaatschappij dit pand in 1955 in gebruik nam, hadden ze eigenlijk alleen de begane grond nodig. De bovenste verdiepingen die werden verhuurd aan het Agronomisch Historisch Instituut. En hier op de derde verdieping was ook nog kantoor, maar een gedeelte was conciergewoning. Nou, de keuken die herinnert daar nog aan. Momenteel is het pand in gebruik bij het online kaartverkoopbedrijf Accepté. Dit trappenhuis ziet er nog behoorlijk origineel uit. Het enige wat hier eigenlijk veranderd is, is dat er brandwerende deuren in zijn gekomen. In dit pand, dat in 1953-55 gebouwd kon worden, omdat wat hier eerder stond, bij de bevrijding van de stad in april 1945 was verwoest. Ja, het mag zo langzamerhand bekend zijn, de rooilijn die lag aanvankelijk een stuk westelijker tot dus april 1945 alles verwoest werd. Nou, de fundamenten, de kelders wat er over was, dat verdween gewoon onder de bestrating en dat wordt nu tevoorschijn gehaald.
Dan ben ik hier in de kelder van de voorloper van de Nationale Verzekeringsbank, Friesland Bank. Aan de stenen te oordelen was dit van oorsprong een 14e eeuws pand. Met een hele dikke voormuur. Nou, en wel aardig is deze gevonden inpandige put. Ja, in die kelder was heel lang een tapperijherberg. Nou, in dit boekje, dat verscheen bij de opening van het nieuwe pand, schreef oud-archivaris Schuitema Meijer over mensen die hier bijvoorbeeld gewoond hebben. Het pand heette De Daniël oorspronkelijk. Later was dat De Oude Daniël geheten. Er woonden vooraanstaande families, zoals vanaf 1717 de familie Geertsema. Een verre nazaat, Jan Geertsema Dul, overleed hier in 1888. Wel gek dat er in dit boekje niets staat over het bedrijf dat hier van 1910 tot de verwoesting van 1945 gevestigd was. De Olvee van 1879. De onderlinge levensverzekeringsmaatschappij Eigen Hulp. Misschien is het wel omdat dat bedrijf na april 1945 ook nog bestond. En dus eigenlijk een concurrent was van de Nationale Levensverzekering Bank NV. Waar was de Olvee van 1879 dan na de oorlog gevestigd? Dat was hier, Emmaplein 6. In dit pand, dat in 1904-1905 gebouwd was voor een andere levensverzekeringsmaatschappij, namelijk de Algemene Groninger, met directeur Huizinga. Het was een woonhuis boven met kantoor onder. Het was gebouwd naar een ontwerp van de Groninger architect Huurman in een stijl wat een combinatie was van chaletbouw en jugendstil. De Olvee kwam dus in een pand dat oorspronkelijk ook gebouwd was voor een levensverzekeringsmaatschappij. Dit is nog oorspronkelijk. Dit was één van de twee ingangen van het pand. Maar aanvankelijk was dit dicht. En dan was hier één grote kantoorruimte. Nou, dat is allemaal veranderd in 1919... toen het pand gekocht werd door Wibrandus Hoytus Meursing. Die heeft eigenlijk de huidige indeling tot stand gebracht. Hij was trouwens een neef van de weduwe Hoytus Meursing, die eerder Huis het Tavernier had laten bouwen. Huis hier allemaal van die Jugendstil elementen. En dit is ook heel bijzonder. Zie je zelden van het glas in lood binnen in het huis. Nou, dit, de eerste verdieping, was aanvankelijk de woonverdieping. Nou, dit was dan bijvoorbeeld de salon. Hier is veel veranderd, maar ja, de schouw zit er nog. En natuurlijk het prachtige uitzicht. In 1933 werd er weer een kantoor in het pand gevestigd van notaris Hummelen. Ja, dan hebben we in de oorlog een donkere periode gehad hier, want de bezetter vestigde in het pand de ortscommandantuur. En na de bevrijding kwam dan Olvee van 1879. Na een paar jaar kwam er een andere verzekeringsmaatschappij bij, de Scheepsverzekeringsvereniging Oranje. Nou, en dat is hier eigenlijk
heel lang allemaal gebleven. Hoewel Olvee opging in Ago, later Egon, is het heel lang het domicilie geweest van deze verzekeringsmaatschappij. Johan, wat hebben jullie hier een prachtige plek. Ja, nee, dat is ook wel iets om trots op te zijn en het werkt ook heel plezierig. Ja, dankjewel. Ja. Hoe lang zit ABN AMRO hier? We zitten hier sinds 28 maart van het vorig jaar. Dus dat betekent dat we iets meer dan een jaar hier inmiddels bivakeren en met heel veel genoegen. Ja. Hebben jullie het in deze stijl teruggebracht? We hebben het met name hier beneden. Ja, we hebben eigenlijk door het hele pand heen hebben we veel gedaan. En met name beneden hebben we heel veel gedaan. En vooral in de stijl van private banking ook helemaal aangekleed. Ja. Weet je ook iets over de historie van het pand? Ja, er hebben in het verleden veel verzekeraars ingezeten. En dat is ook wel een mooi verhaal. Dit huis heette oorspronkelijk het huis met de pelikanen. Ja. En dat had te maken met het feit dat er bij de entree twee beelden waren van pelikanen. En dat was in die tijd een metafoor voor het verzekeringsbedrijf. En dat zat zo, de pelikaan is het beest dat als het kind niks meer te drinken of te eten heeft, dan pikt het zichzelf en dan laaft het jong met zijn eigen bloed. Dus dat was het verzorgende karakter van het verzekeringsbedrijf. Ja. Weet jij waar die pelikanen gebleven zijn? Geen idee, nee. We hebben ze hier niet teruggevonden in ieder geval. Nou, hier zaten ze dan, die pelikanen. En het grappige is dat de Olvee, toen ze in dit pand kwamen, de pelikaan als symbool hebben overgenomen in een logo. Dat heeft daar dus ook op de muur gezeten. Ja, dat is allemaal spoorloos verdwenen. Zal dat met het beeld, het verzekeringswezen, straks ook gaan gebeuren? Dit beeld, het verzekeringswezen, is er gelukkig nog wel. Ja, straks als het hier wordt gesloopt, dan moet het losgeschroefd worden. Want dit blijft natuurlijk behouden. Zo is dat tegenwoordig afgesproken. En het moet een nieuwe plek krijgen. Nou, ik denk dat het wel iets is voor het Groninger Forum. Met dit verhaal erbij.